Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Ik ga nu weer Bad Piggies opnemen. Deel 2. Waar we gewoon gebleven waren. Dus we drukken snel play. Ik heb nu gewoon het over met de audio. Ik had net even een klein probleempje. Maar we gaan weer deze doen. En we waren bij dit level gebleven. Dat was wel dramatische. Dit is ook wel gebruikt. Ik ga het toch nog een keer hiermee proberen. Ja, zo gaat het dus niet. Ja, jammer genoeg. Maar ik ga wat dus wat anders erop zetten. Juist. Nou, dat werkt dus niet. Jammer. Ik dacht misschien als ik hier wat blokken bouw. Of wacht, even wisselen. Ik ga het gewoon zo proberen. Ik ga ben benieuwd wat gebeurt er. Ja, dan kan ik natuurlijk niet hier naartoe. Ik moet naar links. Dat is dus een klein probleempje. Ik ga het gewoon zo proberen. Dan rolt hij jammer wat de verkeerde kant op. Dus ik mag wat eentje hoger. Juist, nu gaat het wel goed. Dat denk ik. Het is niet sterk genoeg. Dus ook even een klein ventilatortje erop zetten. Dan moet hij toch eentje omlaag. Maar hij rolt wel. Die of aan. Ja. Daar gaan we. Ja, dan zit er nog een ding. Waar gaat het eruit? Kijk, die finish, die is hier. Dus ik denk, oh ja, hier ligt een 10-10. Maar we hadden even wat meer vaart moeten maken. Dus we moeten het even opnieuw doen. Dus ik denk dat de oplossing van is door gewoon eventjes tegen die TNT aan te knallen en hopen dat hij dan naar rechts schiet naar de finishlijn, want dan zijn we van dit level af. Nee, ik word het trek. De fan is kapot, ja, dan redden we het niet. Moet nog een keertje doen. Oh ja, we moeten natuurlijk niet te hard gaan. Weer krak. Weer die fan kapot. Kan dat nou? Dat vind ik hartstikke goed. Werkt dit? Nee. Zijn er twee dingen kapot? Moet ik toch dit maken? Voor twee van deze dingen. Kan ik er gelijk een motor in zetten? Moet wel de goede kant op rollen, maar dat gebeurt dan niet. Hij moet omslaan. Nou, ik ga wel of dit goed gaat. Dan denk je, ja, dan druk ik toch weer lekker op het tikboek. En nu gaat het wel goed. Dus hup, die aan. Oh, oh nee, hij slakte.
Waarom lukt het niet? Oké, wat is hier natuurlijk van die power, die wil ik eigenlijk niet gebruiken. We gaan het gewoon nog een keertje doen. En dan moet ik hem op tijd uitzetten. Dat is het dan gewoon. Dat hij niet dubbel kan slaan. En uit. En toch slaat hij dubbel. Ik moet hier een paraplu neerzetten in plaats van de boven. Of hier een propeller. Goed, dat is de oplossing. Nu alleen rolt hij niet. Ja, dat is een goede oplossing. Dan hoop ik niet dat hij kapot gaat. Ik ben er wel bang van. Dus een beetje om afstand zeg maar te houden. Dan gaan we die doen. Kijk, want die zijn wel op de wielen beland. Oeh, wat is die laggy. Oh, ik zit er verkeerd aan. Ik doe het ook helemaal fout. Waarom lekt het zoveel? Waarom lekt het zoveel? Ik ben er gewoon zat. Want dit is nou precies wat ik heb gemaakt, hè? Als ze zeggen, doe die kant zo. Ja. Dit is een andere level. Oh, daar komen we straks pas. Ze zeggen dus, als je nog eens op tip drukt, maak hem zo. Ik ga hem toch weer zo maken hoe die was. Ik heb natuurlijk drie van deze dingen. En dan moet hij eens een keer wat zachtjes landen in plaats van hard. De wielen er natuurlijk eronder nog. Kijk, en nu rijdt hij in principe al. Maar anders moet ik een fan hieronder plaatsen. Dat kan ook. Kijk, maar wat er dan gebeurt is dat dit gebeurt er dan. Dus als ik dat een zachtjes laat gebeuren, dus ik rem hem af. Deze hebben we nog nodig. Dus dan zet ik deze hieronder. En dat kan ik ook harder laten aandrijven door die motoren. Zet ik deze alvast aan. Ja, dat is nog steeds te hard blijkbaar. Wat ik dan vervolgens ga doen, is twee motoren erin zetten. Dan kan ik dat hopelijk wel afremmen. Dan zet ik hem alvast aan. We kunnen bijna vliegen als het goed is. En dat helpt. En dan helpt het ook gelijk, hopelijk. Daar ben ik een beetje bang voor dat dat niet lukt. Even kijken, lukt het? Nee, we staan vast. Dan hebben we dat weer met twee motoren, hè? Dan hebben we dat weer. Dan ga ik hem dus weer anders maken. Maar als het niet lukt, dan gaan we lekker het volgende deel doen. Dan ben ik dus wat dommere doen. Ja, dan heb ik hem aan beide kanten nodig. Nou ja, dan maar twee paraplu's. Kijk, ho. Kijk, nu kunnen we zo goed als gaan vliegen. Kom op, recht.
Godver. Echt, het lukt gewoon echt niet. Hoe lang ben ik er alweer mee bezig? 10 uur, volgens mij. Ze hebben nu maar wat veranderd. Hij slaat het om. Dus dit, deze kant is verlicht. Dat is ook te weinig. Ja, het wil niet lukken. Ook niet via de tekening. Dus we gaan lekker het volgende doen. Dus we gaan hier eruit en we gaan lekker deze doen. Rise and Shine. Gaan we level 1 van spelen. Dus het verhaal, ja, allemaal lekker boeiend. En dan hebben we de eerste reclame van deze video. Die vals leuk zo te zien. Ik kan niet flippen. Zo, en dan denk je van, hoe de fuck doe je dit nou weer? Nou, dit is dus heel erg leuk. Je wil proberen het metaal niet te gebruiken. En de motor niet. Dan kun je gewoon over de wand rijden. Ik hoop dat die genoeg is. Om omhoog te rijden. Nou, dat denk ik niet. Even kijken. Nee, dus dan zetten we toch nog een motortje bij, dan moet het wel lukken. Kijk, huppatee. Ja, terwijl ik het eigenlijk ook gewoon met metaal kon doen. Maar ik heb nu 3 sterren. Nou, hier mag ik verder ook van alles gebruiken, zo te zien. En we beginnen dus... Oh, op z'n kop. En let's go! Dus ik heb hier de andere kant, moet hem ook nog via de andere kant doen. Dus dan gaan we gelijk even doen. Dan draaien we de boel dus om. Dan halen we deze even weg. Dit omhoog. En dan gaan we namelijk via de andere kant. Maar dan moet je natuurlijk ook die box hebben. Zo. Of wij, komt er, of hij loopt vast nu. Of waar is die vastgelopen? Dan is er volgens mij ook geen geluid meer te horen. Volgens mij is de game gecrashed. Of is er alweer iets aan de hand? Ga even kijken hoor. Gaat er weer wat open of zo? Ja, groen. Toch. Nou ja, verder. Maar dit kan ook wel dicht. Ik zei dat thuis. Oh ja, nu is die afgesloten. Dit is wat ik nu gebruik. Ja, hij is gecrashed. Maar ze was gelopen, nou, dat is kut. Ik heb hem nu weggeklikt. Ik heb het programma is gecrashed. Dat is afsluiten met je. Ja, hij is weg. Top. Nou, dan gaan we even herstarten. Nou, 40 seconden is het weer opgestart, dus... Dus dan kunnen we weer lekker spelen. Ja, dat is dus het nadeel als je het dus ja, via een manier doet.
Maar hoe het niet de bedoeling is, ja, dan zit het er nou eenmaal bij. Als je het op de iPhone speelt, heb je al nog glazen niet met lag en weet ik wat allemaal. En crashen. Oh, ik ga er wel heel wat anders te zien. Oh, wacht, hier, mijn apps. Ik heb het app center te zien. Oeh, hij is wel echt flink gecrashed. Android is starting. Ik hoop niet dat ik eigenlijk alles kwijt ben. Maar zo te zien niet. Webpink is er even opstarten. Zo. Maak hem weer even groot. Want dat is natuurlijk wel fijn. Altijd leuk. Dit is wel een van mijn lievelingsgames, dat zeker dit. Dan gaat hij alles weer opnieuw opstarten. Oh jammer, want we waren lekker bezig. Nou, Dan kan ik zo weer op play drukken. Dat horen jullie al, muziekje. Dat kan ik natuurlijk allemaal zien. Hier naast mij. Kijk, daar is die. Play. Ik heb weer op Arise on Us. Oh, dat is niet Shine, maar Swine blijkbaar. Level 3, daar waren we, dus hij heeft het wel nog onthouden. Ja. Nou, nu is het weer even te doen. Alhoewel. Een klein beetje lag, maar. En hier was volgens mij dat je deze niet mocht gebruiken. Huppatee. Kan niet. Dan moeten we daar ook nog binnen de tijd halen. Oh, dat is juist degene die ik niet mocht gebruiken. Oh. Ik dacht wat die grote was. Dan moeten we het anders doen. Ik had de verkeerde motor gebruikt. Kijk, en dan weer geladen. We zouden zien dat die het nu wel. Ah, nee. Laat maar. Hij doet. Oh, hij doet het weer. Half. Hij doet het half. Maar we kunnen hem skippen. Dus we gaan hem zeker even nog een keertje doen. Even kijken, dan wil ik hem toch zo maken. Even uit. En dan weer aan. Dat gaat te hard. Kijk, nu gaan we de ster wel. Hey, kijk, een bonus wel, maar ik wil ook die ster. Stel, we gaan even die motor inzetten. Ik ben bang dat het natuurlijk veel te hard gaat. Maar we zien het wel. Huppatee, alles houden! Ja, dat is te hard. Die is weg. En houden we hem aan. Dan doe ik alleen die andere. Nee, dan halen we het niet qua tijd. Nee, dan halen we het niet qua tijd, want dat is de ster die we nog moeten. Dus even kijken wat er als tip staat. Zo ben je zo snel, oké. En dat is dus waar we mee zitten, maar we moeten dus die gebruiken. Oké. Dan ga je ook sneller over de kop. Nou, ik weet nou niet of we dat nou juist nu moeten gebruiken. Ja, we moeten eruit. We zeggen dus maak hem zo. En weer aan. Oké. Oeh, is het binnen de tijd? Is het binnen de tijd? Volgens mij niet.
Ja, hij is wel binnen de tijd. Oh, we hebben ze gelijk onder drie, we hadden ze gewoon één keer kunnen halen. Nou, toch die drie sterren. En dan hebben we de volgende reclame. Ja, daar is even niks aan te doen. Ik hoop niet dat het geluid te hard klinkt. Dat was gisteren eigenlijk wel een video. Ik heb nu gewoon op dezelfde geluid zal staan, dus eigenlijk voluit. Ja, hier bij dit stukje zit geen geluid. Nou, het volgende. Kijk, ik wil dit 20 minuten gaan opnemen. Ik ga gewoon even lekker zonder manken. Kijken of dat een beetje te doen is. Nee, maar daar hebben we wel echt een motor voor nodig. Dan gaan we als goed ook een stuk harder kijken, dat is beter. Huppatee! Oh, nog weer iets te hard. Dan moet ik hem even uitzetten tussendoor. Nice. Zo. En eraan. Nog een keer. Even uit. Ik kan er maar één. Nee, ik moet eraf. Oh. Maar nou, ik trek weer uit elkaar. Toch een metaal gebruiken. Nou, dan blijft hij wel. Ja, dat komt omdat het metaal natuurlijk zwaarder is. Nou, en dan blijft hij wel heel. Ik zit al bij mijn dingen te besparen, maar dat hoef ik helemaal niet te doen. 3, 2, 1. Jammer. Daar krijgen we nog geen sterren. Het zal weer te bezuinigen op materiaal, maar dat is later pas weer. Maar ik weet nou niet hoe je nu nog sneller kan zijn. Dus ik laat maar even nu voor wat het is. Ja, het is dus een rotombe. Eigenlijk is het natuurlijk wel heel grappig dit, want nu is het gewoon, eigenlijk is het gewoon een soort Android tablet eigenlijk. Ik kan deze niet skippen, ook zo irritant. Dat kan wel, maar ik ga even wat klik. Ja, nu kan het. Juist, en nu is hij weg. Oh ja, dit is ook leuk. Daar kun je de gekste dingen mee uithalen, dus ik ga het nu al lekker verkeerd bouwen. Lancering! Lancering! Huppatee! Nou goed, wielen eronder. Huppatee! Nu moet ik wel eventjes een metaal eronder zetten. En hij moet er even weer staan. Het is niet de snelste dit. Niet wanneer om heel snel te zijn. Maar goed. Ik ga hem lekker groot maken.
Nou, dat gaat dus van onze tijd af. Oh, dat had ik wel gehaald. Nou ja. Nou kunnen we ook weer lachen. Dan is het 0,5 uit. Nou, die heeft nu twee keer te pakken, maar ik ben wel bij de vinger, dus ik heb nu weer 2 sterren. Maar dan heb ik nou zo'n level leuk. Oh, ik ben nu level 2. Oh, 3 spin. Lekker. $25. Volgens mij kan ik nog een keer level up drukken, in zeker. Dan krijg ik weer eens 3 spin. En weer 25. En nog een keer. Je kan ook wel level 5 kunnen, dus dan gaat het speciale open. Dat naast de play knop bij het beginscherm. Het allereerste scherm als je het spel opstart. Hey, een ster van de jackpot. Onderslijp? Daar moet ik er nog meer van hebben. Daar ga ik niet die muntjes van uitgeven, dat vind ik zonde. Maar we zijn naar hoger onder level. Het zou vet zijn als we hem weer krijgen. Hij draait extra hard rond. Oh wacht, we hebben hem niet. En nu is de ster weer weg. Oh wacht, ik snap hem al. Je kan nog niet eentje van de jackpot winnen. Zeker is unlocked. Fijn. Dat is dat, de cake-race. Kijk, en nu kan ik nu verder drukken. We zijn bij level 6, zijn we nu. Huppatee, 25 taarten. En wat je daarmee kan, met die taarten, dat laat ik jullie straks even zien. We gaan even verder. We hebben alweer bijna level... Oh. Maar na de break. Oh, dit is de koning. Dan krijg ik ook een extra ster als je die neemt. En ik ga uit. Ja, ik ga wel met wielen natuurlijk. Oh, nee, en boom! Maar zo moet hij niet. Hij moet zo. En ook die ijsbolletje, dat komt straks. En ook van je secretaris. Kijk, ik ga weer 2 sterren. Ah, het bonus level is geopend. Ook leuk natuurlijk altijd. Oh, we mogen... Oeh, dit wordt ook leuk. De motor is eruit.
Nee. Hij doet het wel, maar ja, we zitten klem. Dus we moeten hem even opnieuw starten. En we moeten er één keer door blijven gaan. We moeten die vaart erin houden. Oh, ik zie hoe het moet. Te laat. Ik wil die, ik moet die box hebben. Ben je te laat? Ja, nu heb ik hem. Maar waarom mocht ik die motor niet verdraaien? Oh, waarom mocht ik niet kapot gaan? Bedankt. Hebben we alles, zeg! We zijn nog geen level up. Oh. Dat ging niet goed, hè? Zo, wat een lekkere game. Dit hoort gewoon lekker soepel te gaan. Eerlijk maar, geen idee hoe dat komt. Dan zit er nu nog een eentje vast. Oh, oh, oh. Maar ik moet gewoon hier die motor erin zetten. Dit is niet, dit kan niet zo. Kijk. Even meer kracht. Huppatee. Kijk eens hoe snel dat gaat. Hey. Oh nee, dat was te snel. Oh nee, toch niet. Je moet er sterren. Ja, dat is zo ver. Oh, lekker. Dat moet andersom. Er was wel wat hier dat je deze niet mag gebruiken. Zo'n idee had ik bij deze. Die zet er vast aan, dat was nou beter even niet. Ik hoop dat hij het redt. Zo niet, dan weet ik dat het niet bij deze is. Nee. Oké, okay. Motor erbij. Oh, we mochten deze niet gebruiken. Ja, hoe wil je dat doen? Dat is toch niet te doen, man. En volgens mij, het zal vast wel, maar ja, dat is natuurlijk wel weer wat moeilijker. Oh ja, hier heb ik weer een ideetje bij. Dan even wat testen. Hup, twee, lady, klaar. Oh wacht, dan moet dat even, hij moet wat lager. Hij moet wat lager. Ja.
Hebben ze expres een kuiltje erin gemaakt? Anders had ik het gehaald, hè? Anders had ik het gehaald. Want hier zit de finish, hier. Hier links. Ze hebben expres... Maar wil ik het best wel zo maken? Nog een puur zo. Nou, dit is ze. Nog maar zo, hè? Nou. Hé, waar is die? Oh, zo kunnen we ook lachen. Zet maar aan, alvast. Of toch niet? Wel zo, denk ik. Die zaklamp moet toch hier. Ik pak wel even een tipboekje erbij. Oh, toch weer dit maken. Dat hadden we net al. Toch weer hetzelfde maken. Nou, dan doen we dat, hè. Zo. Poing. Rijden maar. Ook hier mochten we weer die zuinmap dingen krijgen. Als een kelter die zat, had ik alle drie de sterren. Hey, kijk, dit is leuk. Dit is leuk. Er is een sandbox unlocked. Oké, gaan we zo wel rijden? Ja, hij is in beweging. Ik hoop dat hij voldoende is. Het is voldoende! Extra objecten die we mogen gebruiken in de sandbox. Ja, bij welke levels zijn we nu? We zijn al hier. En daar vind ik het een heel mooi punt. Dat we zijn nu bij level 14. Om dit gedeelte eventjes te laten wat het is. Oh, we hebben een level up. Nog een free spin. En wat krijgen we? Oh, handen. Laat hem even deze wat het is. En dit is dan ook weer leuk voor een andere video. Dan ga ik wel veel meer delen maken. Altijd leuk. En dan ga ik even een beetje het ei. Dan wil ik wel even de sandbox doen. Kijk, deze. Nou, eerst even reclame. Maar eigenlijk is het gewoon Android wat ik speel nu. Maar dan op PC. Ongelooflijk. Maar ik denk maar een goede game PC moet het ook nog beter werken hoor. Want ik zit het nu maar op een klein laptopje eigenlijk te doen. Maar kijk. En dan denk je van, what the fuck is dit voor level? Nou, dit. Ja, hier zie je, zitten 20 boxen in. Van die sterboxen, daar zie je iedereen ook. Nou, we krijgen natuurlijk wat objecten. Of één object erbij. Die mogen gebruiken. We hebben nog tot dan. Oh wacht, we hebben wel bloemen. Oké, dat is wel top. Die hebben we niet nodig. Wat we gewoon even lekker gaan doen. Dus even twee metaaltjes. Dat gaan we nu nog wel even simpel houden. Even twee motoren erin. Die eraan. En die.
Met deze die lekker elektrisch beweegt. En een ballonnetje. Dan moet ik eigenlijk deze even draaien met die. Zo. Lekker neerstorten. Nou, dan zetten we de fan weer aan. Dan zetten we deze gewoon even uit. Oh, wacht zo. Oh, dat was niet de bedoeling. We hebben geen ballon meer. Maar we hebben helaas nu nog geen box. Maar die krijg ik. Oh nee. Ik heb de fan even uitgezet. We hebben helemaal geen beeld. Wel TNT. We hebben één daarpuntje, maar goed. Dat is het sandbox deze. Deze is ook een stuk moeilijker dan de ander. Nou, dan denk je, waarom ga je dan hier even niet verder? Ach, ook leuk weer voor een andere video. Ik wil uit die sandboxen, bij deze, wil ik een aparte video van gaan maken. Ja, dit ziet er toch uit als een zandbak, dat is sterker nog. Emmertje, scheppie, vierkantje met zand. Ja, dat is een zandbak waar je vroeger altijd in speelt, dus ik noem het de zandbakken. Kijk, dit is het hoofdscherm en dit is nu dus geopend. Dit is een andere game mode, dus ik ga er eens even op drukken, want daar ben ik benieuwd naar. En dan laat ik ook gewoon het verhaal zien. Dus de cake race. Nou, er zijn gewoon wat plaatjes, ik geloof het wel. Oh, dan moet ik inloggen nu. Ik ga nu even niet met Facebook inloggen, daar heb ik nu even geen zin in. Maar dit is eigenlijk een hele andere game. Een game in een game is dit eigenlijk. Dus, dan speel je dus tegen anderen, dat is dit dus eigenlijk. Maar dat ga ik nu dus niet doen, want daar heb ik geen zin in. Want dat is ook weer een aparte video van kunnen maken. Als jullie willen dat ik deze ga spelen, zeg het dan maar even in de reacties. En ik weet dat YouTube zet iedere keer maar reacties uit. Als ik het zie onder de video, probeer ik hem zo snel mogelijk weer aan te zetten. Dus dat is de reden waarom dat ze met sommige video's of nu uitstaan, of dat ze dan later wel weer aanstaan. Ik probeer het zoveel mogelijk aan te zetten. En dit laat ik eens even zien. Al die taartjes en lekkernijen die je zeg maar verzamelt, die heb je hier en die kun je dus aan hem geven. Kijk, en dan kun je allemaal weer dingen van krijgen. Soms komt er niks uit. Heel zo, maar we hebben aardig wat te geven. Dus ik ga dat niet allemaal nu doen. Ik kan er wel even een paar geven om even wat te laten zien. Dat ik even wat geef. Of niet geeft. Maar goed. Zo kun je hem dus zijn voer zeg maar geven. Dat kun je dus doen. Met de lekkernijen die je dus verzamelt. En verder ben ik dus 3 kwartier alweer aan het opnemen. Dus ik zal dan één leveltje doen. Toch. Ja, gewoon omdat het kan. Het laatste leveltje. Maar dan moet er uiteraard weer een reclame tussendoor komen. Jammer genoeg. En ja, die had ik al wel moeten kunnen skippen, juist. Nou heb ik weer een raar idee hoor. Maar is het wel slim als ik hem even in de goede richting draai? Even naar voren.
Gaat ook niet goed. Ja, ik maak er gewoon lekker een wagen van. Ik kom niet eraan bezuinigen. Nee! Maar je snapt het idee. Ga het toch nog een keertje doen. Zo. Eén ster, dat wel, dat klopt. Nou, kijk, een extra onderdeel voor hem. Toch sandbox. Ja, dat had het toch goed. Gewoon zandbak. Dit leveltje, laat me wel even zien, gaan we nu niet doen. Die is het voor de volgende video. En bij deze sluit ik het af voor nu. De komende dagen komt er eventjes geen video online. Het is niet zo dat het de bedoeling is dat ik elke dag dit even ga spelen. Nee. Het kon nu wel toevallig zo uit, eventjes twee keer achter elkaar. Gisteren een deel en nu een deel. Het verschil met gisteren en nu is dat het nu licht is. Kun je hier achter me zien. En gisteravond was het al laat. Ik heb hem vandaag online gezet, dat hebben jullie kunnen zien. Op het moment dat ik dit opneem, hij is zeg maar vandaag vanochtend online gekomen. Maar hij is dus van de avond ervoor, heb ik hem opgenomen en geëdit. Maar goed, bij deze is het. Sluit ik hem dus af. Ja. En sluit ik deze video af. Dus vond je dit een leuke video? Deel en like hem. Vergeet niet te abonneren. En dan niet op dat belletje te drukken, want dan krijg je een melding wanneer ik het upload. Later!